Daar gaan ze. De dames gaan de wei in. Lente is begonnen. Heel veel plezier, meiden. Eindelijk was het dan zover. Na de winterperiode op stal mochten deze koeien donderdag op de eerste lentedag weer de wei in. Ze zien de open weiden en de frisse lucht. Dus ze vinden het gewoon een heerlijk zonnetje erbij nu, dan gaan ze lekker springen. Met de komst van de lente is donderdag ook het boerenseizoen geopend. Om dat te vieren waren tientallen schoolkinderen uitgenodigd. Onder leiding van Lieke van Lexmond dansen zij met de koeien mee. We deden gewoon zeg maar de koeien na. Ja, hoe de koeien naar buiten gaan, dat ze gaan huppelen, dat deden we na. Wat vind je ervan dat de koeien weer naar buiten mogen? Ja, ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt leuk. Zij vinden het ook natuurlijk leuk omdat het lekker fris buiten is en alles en nog wat. Dus ze kunnen lekker rondspringen en zo en dat vinden ze leuk. Het is mooi om te zien dat het nu zover is, dat ze lekker staan te grazen. En ja, zoals het denk ik ook wel hoort. De weidegang is niet voor niks ingevoerd. Gebleken dat mensen het gewoon heel fijn vinden om koeien in de wei te zien staan. Zoals we het gewend zijn van vroeger. En ik denk dat we dat moeten koesteren. Dus ik vind het ook te gek dat het nu zover is. Dan zien we hier een leuke koeiendans. Wat vond je ervan? Ze zien er natuurlijk geweldig uit. De outfits kloppen, de laarsjes zijn goed, de overalletjes zijn goed. En ze hebben vooral met heel veel plezier hebben ze gedanst. In een hele korte tijd gerepeteerd. Dus ja, die zijn ook hartstikke door. Vanuit klaslokalen in Nederland konden 400.000 schoolkinderen zien hoe de koeien de wei in gingen. Koeiendans werd live uitgezonden op digiborden in de klaslokalen. Het is belangrijk dat kinderen weten waar voedsel vandaan komt, dat het dicht bij huis gemaakt wordt. En dat ze gewoon leren dat melk niet uit de fabriek komt, maar uit de koeien. Op 30 mei en 9 juni kan iedereen het leven op de boerderij ontdekken. Dan openen 75 boerderijen hun deuren op de Campina Open Boerderijdagen. Ja.